Morgen iedereen, het is 8 uur om precies te zijn en ik kom net de douche uit en heb mijn haar gewassen. Nu krijg ik de laatste tijd super veel reacties onder mijn video's van Lau, wat is je haar lang, wat is je haar glanzend, wat doe je de laatste tijd met je haar, aangezien ik nu best wel weinig clip-ins draag. Dus het leek me wel leuk, want ik moet nu toch naar buiten voor mijn afspraak. Ik moest toch mijn haar wassen om weer even een updated hairroutine op te gaan nemen, speciaal voor jullie. Ik ga er gewoon even stap voor stap doorheen, zodat jullie zien hoe ik mijn haar in de ochtend stel om de dag te beginnen. Dus ben je benieuwd wat ik allemaal uitspook met mijn haar, dan moet je vooral blijven kijken. En ik wens je zoals altijd veel plezier bij het kijken. Zoals jullie dus zien is mijn haar nog nat, heb ik het net gewassen. Ik zeg jullie heel eerlijk, ik heb nooit een vaste shampoo en een vaste conditioner. Ik wissel heel veel af. Ik heb wel mijn favorieten en dan probeer ik toch weer wat nieuws uit. En dan blijkt het ook heel fijn te zijn. Dus wat haarshampoos betreft en conditioners ben ik altijd heel erg makkelijk. Voor nu laat ik jullie wel even zien welke ik heb gebruikt. Misschien vind je het leuk om te weten. De shampoo die ik vandaag heb gebruikt is van BioSilk. En dit is eigenlijk een super fijn product. En dit zorgt ervoor dat je haar een beetje volume krijgt. En ik heb van Douglas het proteïnemasker met Sweet Almond Oil gebruikt voor in de puntjes. En dit is speciaal voor beschadigd haar. Dus daar heb ik het mee gewassen. Dan kam je het uit. Zoals ik eigenlijk net al aan het doen was. Even heel erg goed dat er geen knoopjes meer in zitten. En dan heb ik dus een nieuw product. Die heb ik anderhalve maand geleden heb ik die ontvangen van MayBeauty. Jullie kennen MayBeauty inmiddels wel. Want ik heb meerdere maskers en gezichtscremes uitgeprobeerd van MayBeauty. En daar reviews over opgenomen. Dit is niet echt een review. Dit is eigenlijk gewoon een product waar ik al mega blij mee ben. En ja, ik gebruik het gewoon dagelijks. Het is Marokkaanse Miracle haarserum. Het maakt je haar zacht. Soft, smooth en shiny staat er. Dus zacht, glanzend en smooth is een beetje hetzelfde als zacht naar mijn idee. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Het zorgt er echt weer voor dat dat pluizige wat je in je haar hebt zitten, dat dat weggaat. De droogte gaat weg. Het glanst enorm. En ja, daardoor ziet het er gewoon mega gezond uit. Het verzorgt en het versterkt. En ja, de arganolie, dat kennen we natuurlijk allemaal. Dat is echt een ontzettend fijn product en heel erg verzorgend. Goed, wat ik doe. Heel weinig maar, want het is natuurlijk olie. 2 pompjes. 1, 2. En die verspreid je, doe ik altijd even zo, puur en alleen in de lengte. Dus niet vanaf je hoofdhuid. Mijn hoofdhuid raak ik niet aan. Puur en alleen langs die lange punten gaan. Jeetje, wat wordt mijn haar lang zeg. Heel apart. Ik ben het niet gewend van mezelf. Nou, ik denk dat die arganolie daar ook wel echt mee helpt. Daardoor krijg je gewoon minder snelle gespleten haarpuntjes. Want door die gespleten haarpuntjes brak mijn haar ook altijd af. Dus dat helpt denk ik ook een heleboel. Nou, dan heb ik het goed verspreid over de hele lengte van mijn haar. Zorg ik er echt even voor dat het overal zit. Je voelt nu trouwens al dat het heel zacht is. En wat deze olie ook doet, die zorgt ervoor dat je haar sneller droogt. En hij beschermt ook tegen de hitte. Dus ik ga nu even lekker op de kop mijn haar veunen. En dan zien jullie zo meteen het eindresultaat. Zoals je zag, veun ik het gewoon droog. Ga ik niet echt met een ronde borstel er doorheen. Ik ga er wel een beetje met mijn borstel doorheen. Omdat ik dan zeker weet dat alle knopen weg zijn. En dat het dan gewoon mooi stijl opdroogt. Ja, ik heb dus nu gewoon zo'n borstel. Maar je kunt ook een zachte borstel gebruiken. Dat is gewoon helemaal naar jou hoe jij dat dan doet. Ik ga dus niet echt met die föhn zo over mijn haar. Want mijn haar is gewoon vrij dun en preus. Dus als ik daar te veel warmtebronnen op zet, dan merk ik ook gewoon dat mijn haar er dan op achteruit gaat. Dus nu is het bijna droog, nog niet helemaal. Dan stop ik ook met feunen. Ik feun het niet helemaal tot het volledig droog is. Want dan kan het laatste beetje gewoon natuurlijk opdrogen. En dan zit het altijd de hele dag op zijn mooist. Dus nou ja, dit is dus nu het eindresultaat. Ik wou echt dat je dit kon voelen. Wat ik nu voel. Mijn haar is zo ontzettend zacht. En ik sta er echt versteld van hoe lang het aan het worden is. Nou ja, zo. Dan zou je er eventueel natuurlijk nog een krul in kunnen doen. Aan de onderkant. Want ik heb gewoon, zoals jullie zien, echt mega stijl haar. Maar ja, dat is dan helemaal aan jou. En zoals je ziet is het super duper shiny. En nu zit het ook de hele dag zit het glanzend. En dan heb je ook echt van die mensen die zeggen, wat glanst je haar mooi. Dus ik ben helemaal om. Dit is echt mijn lievelingsproduct. Je gebruikt er dus zo weinig van. En er zit 100 milliliter in. Dus je kan hier zo ontzettend lang mee doen. Ik ben dus vaste ambassadeur van MayBeauty. Ik denk dat jullie dat inmiddels wel weten. En ik ben echt heel erg, en dat zeg ik eerlijk en oprecht, heel erg te spreken over deze olie. Het maakt mijn haar gewoon weer mooi. Mijn haar leeft weer. Het glanst weer. Het voelt sterker aan. En ja, dat allemaal door 2 kleine pompjes van deze olie. En natuurlijk omdat ik vaste ambassadeur ben en deze leuke samenwerking met MayBeauty heb, heb ik natuurlijk weer een kortingscode voor jullie geregeld. Mocht je zoiets hebben van, nou, ik wil het gaan uitproberen. Kijk of mijn haar er ook zo mooi glanst, van gaat glanzen en zo erop vooruit gaat. Dan kun je de serum nu aanschaffen met 30% korting. Ik zal de exacte link in de beschrijving plaatsen. En het is dan met mijn code Laura Serum. Ik zal het sowieso even in de beschrijving neerzetten. Dan kun je gewoon precies zien wat de code is. En dan kun je ook precies zien welke link. En dan is het een kwestie van je kopieert en plakt de code in de link. En dan kan jij in ieder geval met 30% korting het serum gaan uitproberen. Het ruikt, dat heb ik nog helemaal niet verteld. Het ruikt vrij neutraal. Het ruikt eigenlijk... ja, heel fris en een beetje zomers. Nou, dat is natuurlijk altijd wel leuk, aangezien de zomer er ook aankomt. En ja, laat mij vooral weten als jullie net als ik, weet je, best beschadigd haar hebben. Of slap haar of dun haar hebben. En je hebt het gebruikt of jullie haar er ook zo op vooruit is gegaan. En ja, de meiden met ontzettend mooi dik haar en de mooie krullen. Jullie zijn dus natuurlijk gezegend met een mooie volle bos. Jullie hebben misschien wel last ervan dat het echt pluist. In de punten. Nou, dan is dit dus ook echt ideaal tegen pluis. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar in de spiegel, het glanst zo ontzettend mooi. Ik denk dat jullie het wel weer leuk vinden om te zien hoe ik dus mijn haar verzorg. Dus ik was het gewoon. Ik doe de conditioner trouwens ook alleen in de punten, niet op de hoofdhuid. En dan breng ik het serum aan, 2 pompjes. Dan feun ik het droog en dan borstel ik het en dan ga ik de deur uit. Ik was mijn haar niet iedere dag. Dat is natuurlijk helemaal niet zo goed voor je. Dus dat moet je ook niet doen. Ben je dit wel aan het doen, probeer af te kicken. Ik was mijn haar 3 keer per week. En dat is prima. Oké, nou bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om te zien hoe ik mijn haar verzorg. Vergeet niet hem aan te schaffen met 30% korting. Zo ziet hij eruit. En het is eigenlijk wel een leuke titel, bedenk ik hem nu. Want het is echt een miracle. Wat er ook echt gebeurt. Want mijn haar was echt zo dood qua uiterlijk, zeg maar. Als je dan keek, dan viel het wel mee. Maar het was gewoon dof. Dat is het woord wat ik zocht. En dat doffige is echt volledig weg. Oh, en trouwens, je kunt het ook voor de meiden die clip-ins gebruiken. Je kunt het ook in je clip-ins aanbrengen. En dan hebben die ook weer een shiny look. Bedankt voor het kijken. Voor nu. Ik ga me snel omkleden. De dag beginnen. En ik wens jullie ook een hele fijne dag. En ik zie jullie heel snel weer in een nieuwe vlog. Doei doei!